Charlie heeft net over de brug gehangen, over de kade, om te kijken welk woord er stond. En Martijn, welk woord is al gerealiseerd? Toekomst. Aha. En wat is dit? Als je dit zo ziet, je hebt al meerdere van deze dingen in de wijk gezien. Ja. Wat doet dat met je? Het verrast je. Het is echt kunstig. Het zet je aan het denken. De woorden zetten je aan het denken. En zo, dan kan ik je goed zien. Het is nu toekomst. Het is leuk. Het is nieuw. Het is een andere gedachte. Een gedachteaanbod. Ja. Dus dat. Super, ja. Want het is een onderdeel van de gedachtenroute. Ja. En we willen met gedachten lezen, zeg maar, de gedachten van de bewoners over hun buurt, willen we door hun in een gedicht laten omzetten. En stukjes van dat gedicht komen langs de route. En kan je nog een paar woorden die in je opkomen van de andere stukjes? Nou ja, je noemt gedicht, dus dan denk het aan Leidse Rijn. Ja. Een hoop baksteen en veel pijn, want de natuur is weg. Oh, ja, ja. Maar ja, het wonen is hier echt geen pech. Dus dat... Hé, hey, kijk eens! Ja. Nou, dat is van de dichter. Gedicht. Oh, wat leuk! Ik kan Ingmar Heitsen hier niet mee bereiken. Maar jij staat achter het concept van gedachten lezen? Ja, nee, absoluut. Nou, erachter staan. Ik vind het hartstikke leuk dat het gebeurt. Ja. Het, is gewoon, het zou in Nederland moeten. Kijk, daar sluit ik mee af.